Alvorens het onweer losbarst over Brussel, op deze zwoele, dag. Laat staan nog een nieuwe invalshoek te vinden. Begint het? Dan gaan we binnen. Heel wat voetbal en boksport is er ook. En vaak niet op de achtergrond, maar werkelijk als thema van een hele strip. Zoals in de Witte Parel, waar eigenlijk het wereldkampioenschap al bij voetbal in Chili in het jaar 1962 de volledige ruggengraat vond. Worden dat toen al gebouwd? Binnenkant. Dat in de... Je wordt in de... Ik was op zeu. Het is dan ook niet voor niks dat we vandaag bij de opening, dames en heren, onze levende voetballegende Paul van Imst als speciale gast hebben. Hallo! Dat een vriend Paul van Imst. Een heel origineel sleetje. Ja, dat is wel. En dat zal een mooie plaats hebben bij mij thuis. En ik ga aan hem graag geen twee kussen geven. Maar van een eerbetoon en echt terecht, want hij heeft dat dus van 1947 tot 1964 heeft hij de Ronde van Frankrijk als karikaturist getekend, dagelijks. Dus dat was ook een deadline. Hè. Dus, maar het is gewoon fenomenaal. En ik weet dus, dat is nu een anekdote, dat Mark ook altijd vertelt, dat hij de eerste paar jaren is hij dus als bij zit of als achter zit van de moteur, is hem gewoon... Dus heeft hij die rondes ook zo gevolgd. En dan kwamen ze, de rit was gereden, dan kwamen ze op de kamer. En mocht hij op de kamer ook van de wielrenners. En de kinesisten waren bezig, die goede gespierde billen aan het insmeren met oliën. En Mark ondertussen zat gewoon het hoofd te tekenen om dan de volgende dag de eventuele winnaars, om die op het lijf. Het lijf was meestal al getekend, dus dat was het lijf met de fiets uiteraard. En dan werd er de gepaste hoofd opgezet en het gepaste t-shirtje. Het is kleur. Kleur was er nog niet ingekleurd in die tijd. Maar uiteraard, iedereen wist wat een gele trui was of de bolletjes trui, dus op die manier wel. Meneer Kermans, conservator van het Marxleen Museum, maar daarnaast ook zeer goede vriend en schaakpartner, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ik verzamel al jaren het werk van Marx Leen en ik heb hem in de loop der jaren ook zeer goed leren kennen. Hij is een vriend geworden en sinds jaren ook al een schaakpartner, dat klopt. Schaken is een sport, een denksport, hè? Dus past in het rijtje nu op de tentoonstelling, komt hij aan bod? Ja, dat is ook de reden dat hij in de tentoonstelling aan bod komt, omdat Marx Leen zelf een verwoed schaker is en een verdienstelijk schaker. En wij schaken, laten we zeggen, toch één keer per maand. Om deze speciale expo samen te stellen, moet niet een al te moeilijke opdracht geweest zijn. Destijds was Sleen ook cartoonist van de Ronde van Frankrijk, heb ik begrepen. Hij heeft dat een tiental jaar of vijftiental jaar gedaan. Ja, dat klopt. Iedereen denkt direct aan de Ronde van Frankrijk. Hij heeft jaren elke rit verslag gemaakt, een getekend verslag. Maar naast die wielrennerij die hij heeft verslagen, heeft hij ook voetbal getekend in zijn verhalen, maar ook in de krant. Maar ik moet zeggen dat hij toch wel meer wielrenner-minded was dan voetbal-minded. En andere sporten komen ook aan bod. Het reeds genoemde denksport, maar ook golf en boksen. Boksen en wielrennen en voetbal waren eigenlijk de drie volkssporten bij uitstek in de jaren 40, 50, 60. Maar heeft voetbal in zijn verhaal De Witte Parel omschreven als een sport waarbij 2 keer 11 mensen meer tegen elkaar schenen shotten dan tegen de voet, dan een bal. En 11.000 idioten staan aan te kijken. Dat zegt genoeg eigenlijk over voetbal. Mark is iemand die zich echt kan inleven in iemands situatie. En dat is zo belangrijk. Dus, zijn nu politicus, zijn nu internationaal een bekend figuur. Het zij de man in de straat, het zij een sportieve man, het zij om te even wie. Mark heeft die kracht eigenlijk. En
ja, die behaafdheid, het talent om gewoon daar zelfs door te prikken. En het is ook voor iedereen toegankelijk. En dat maakt het ook zo, Nero en Co. maakt dat er ook zo mooi voor. Het sporten ligt heel nauw aan het hart van de Vlaming. Hij heeft dat heel, heel slim bekeken. Ja, maar ik denk niet dat dat doordacht is hoor. Hij is gewoon hij werkte voor een krant, ten eerste. En ten tweede had hij een vinger aan de pols. Dus alles wat populair was, wat actueel was, kwam in zijn verhalen voor. En sport was daar een van de zaken van. Hij werkte zoals gezegd voor het volk in die periode. Dat was een volkse krant. En er stond heel veel sport in die kranten. En het was logisch dat hij daarover tekende. Dus ik denk niet dat dat een doordachte zet is. Maar het kwam natuurlijk heel goed uit. Doordat hij gewoon volgde wat er actueel was. En wat de mensen graag lazen en wilden. Dus, Dat is ook de kunst dat hij zich... Ja, dat hij zo... een duizendpoot is, maar ook goed in alles, want je kan wel duizendpoot zijn en minder goed zijn, maar Mark heeft die haven gehad, dat talent gehad, om dat dus in alles eigenlijk goed te zijn. Als hij naar Afrika ging, hij kende de dieren, hij wist hoe dat hij ze moest opnemen, samen natuurlijk met een gids en zo. Maar hij heeft zoveel geleerd, dus hij is een autodidact en dat zijn gemotiveerde mensen. Als je de wijsheid uit boeken neemt, dan weet je misschien veel, maar het is misschien niet zo praktisch. Ik noem hem zelf soms, jij bent een visionair, want je hebt dingen in de tijd gezegd die nu vandaag waar zijn of herkenbaar zijn. En als ik nu ook zo oudere verhalen herlees, dan moet ik ook zo dikwijls lachen. Dan denk ik, maar waar heeft hij dat toch allemaal uitgehaald, vandaan gehaald? En eigenlijk moet ik zeggen, en dat wil ik nu toch ook zeggen om te beëindigen, dat hij dat allemaal alleen heeft gedaan. Laten we zeggen, uiteraard de laatste 10 jaar met de hulp van Dirk Stallaert, die een fantastische tekenaar was. Maar Mark heeft nooit een studio gehad. En dat is ook de grote verdienste. Nu, het is een kleine tentoonstelling. We hebben een beperkte ruimte in dit mooie gebouw, een geclasseerd gebouw. Het gevolg is wel dat we niet veel bewegingsruimte hebben. Dus het zijn een beperkt aantal vitrines. Maar in die vitrines worden mooie dingen getoond. De sporten die ik al genoemd heb. Boksen, voetballen, wielrennen, denksport. Een mooie doorsnede van wat Mark Sleen allemaal van sport getekend heeft. Maar het is maar het topje van de ijsberg. Hij heeft veel, maar ook veel meer getekend dan hier te zien is.